Windkracht 10 en operatie Steenbreek deelden dinsdagmiddag planten uit in de Gildekampen in Nijmegen. Daarbij wezen ze bewoners meteen op de stiptelefoonlijn, waar mensen die in coronatijd hulp nodig hebben zich kunnen melden. Ook in andere wijken als Hatert en Dukenburg werden plantjes uitgedeeld. Dat gebeurde op een veilige 1,5 meter afstand, maar de gezelligheid kwam van de Nijmeegse troubadour Jan Willem van Opstal. Nieuwsgierige mensen kwamen op zijn muziek af en namen meteen wat plantjes mee.